Hallo, ik ben Pim en ik mag jullie meer vertellen over het nieuwe intranet. Pim. Naast dat Pim er anders uitziet dan het oude intranet, kun je er ook meer mee. Pim heeft handige functies die jou helpen je werk goed te kunnen doen. Het is belangrijk dat we betrouwbare en actuele informatie via het intranet aangeboden krijgen en vinden. Bijvoorbeeld taakinformatie over je functie. Informatie over je afdeling en sector. Maar je vindt er ook snel en eenvoudig collega's en je kunt er zelfs de ontwikkeling in de markt volgen. Soms heb ik kennis nodig van meerdere collega's. Binnen Axium werken er bijna 200. Ieder met zijn of haar eigen specialisme. Dus hoe weet ik wie ik nodig heb? En we hebben ook nog heel veel kennisbronnen. De kennis die we hebben zit in onze hoofden, in documenten en in eigen netwerken. Dus dat is lastig om te vinden. Dat moet makkelijker kunnen, want alleen als informatie vrij beschikbaar is, kunnen we goed samenwerken. Het intranet zorgt hiervoor. Je kunt bijvoorbeeld een vraag stellen, een reactie plaatsen bij een onderwerp en je kunt de talenten van collega's vinden en benutten. Het brengt alles samen en verbindt iedereen met elkaar. Op de homepagina staat wat belangrijk is voor jou. Je kunt PIM zo inrichten dat bijvoorbeeld de applicaties en websites die je vaak gebruikt in één oogopslag te zien zijn. En je ze gemakkelijk kunt gebruiken. Ook vind je helemaal bovenin algemene en actuele informatie over onze organisatie. Dit heeft iedereen op zijn homepagina. Als je op de foto klikt, zie je het nieuwsbericht. Even kijken wat ik op de homepagina wil. Deze is niet zo interessant voor mij. Ik heb liever een blok met Edis nieuws op mijn homepagina staan. Welke is handig voor jou? Helemaal bovenin zie je drie kleine icoontjes. Deze zijn er om jou te laten weten dat je ergens in een bericht genoemd bent. Als iemand je uitgenodigd heeft voor een afspraak of taak. Of als er een update is op een onderwerp of groep die jij volgt. Of als je een reactie hebt op je eigen bericht. Dus eigenlijk alles wat interessant is voor jou. Allemaal om het werken met Pim zo gemakkelijk mogelijk te maken. Om de juiste informatie te krijgen helpt een slimme en gemakkelijke zoekfunctie. Gelukkig heeft Pim dat. Met de zoekfunctie vind je snel wat je zoekt. Zo vind je gemakkelijk collega's die met een bepaald onderwerp werken of bepaalde kennis, zoals documenten, vragen en antwoorden. En iedereen kan kennis plaatsen en lezen. Jij ook. En wil je weten hoe je praktische zaken, als bijvoorbeeld declaraties of printerproblemen, regelt? Kijk dan bij Serviceplein. Hier vind je een verzameling van alle praktische dingen die je als medewerker van Axiom kunt tegenkomen in je werk. Ik wil mijn definitieve versie van een beleidsplan op PIM zetten. Dat past het beste bij het onderdeel Kennisbank. En als ik een vraag heb aan collega's of bijvoorbeeld een succesverhaal wil delen, plaats ik een bericht op de middenbalk. Op deze manier krijg ik gemakkelijk contact met collega's die specialist zijn in hun vakgebied of deel ik een van de mooie dingen die we als actium doen. En natuurlijk kan ik ook reageren op wat andere collega's schrijven. Zo doen we nog meer samen. Alle dingen die ik hier beknopt laat zien, kun je uitgebreider teruglezen in de handleidingen of in de fotostappenplannen stappenplannen per onderwerp. Je vindt deze natuurlijk op PIM. Dus wat is PIM? Het is onze nieuwe manier van online samenwerken. Het is er zodat jij je werk beter kunt doen: een intranet ingericht naar je eigen voorkeuren. Maak PIM van jezelf.